Dankjewel. Dankjewel. Leg hem nog één keer uit. Jongen, jongen, jongen. Wat een introductie. Ik word bijna moe van mezelf als ik dat allemaal zo hoor. Goed, als jullie nog vragen hebben over al die details, we zijn nog een hele dag bij elkaar. Maar ik ga nu maar snel, ja, dit stond vandaag in de krant, gaan we nog allemaal nog nalezen. Welkom allemaal. Familie, vrienden, vakgenoten, vakbroeders, vakzusters, overige belangstellenden, hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn. Om nog één keer naar mijn verhaal te komen luisteren. En ook enorm dank aan de gemeente Veendam en die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. Want ja, toen ik dus ongeveer een jaar geleden met pensioen ging, was het van ja, hoe gaan we dat nou doen? Corona, een beetje ingewikkeld. Wil je een receptie of wil je een etentje? En toen dacht ik, nou weet je, ik kan het altijd proberen. Wat zouden jullie ervan vinden als we een symposium gaan organiseren? Zou dat kunnen? Ik dacht, nou, dat is natuurlijk veel te duur. Dat wordt allemaal veel te ingewikkeld, maar nee. Het antwoord was ja. Ik dacht, landelijk symposium, dus dat moet ergens in het midden van het land. Maar toen zei Michel van, nee, natuurlijk niet. Je bent een Veendammer, dus als we dat doen, dan organiseren we het in Veendam. Dan komen ze me naar Van Berenstein. Nou, mensen zijn uit het hele land gekomen, heel ver. Mensen zaten al om 7 uur in de auto, hoorde ik. Dus geweldig dat jullie hier zijn. En nogmaals dank de gemeente Veendam dat ze dit hebben mogelijk gemaakt. Ik ga gauw mijn verhaal doen. Want ik heb ongeveer tot 11:50, want dan komt Lies. Dat gaan jullie allemaal merken. Even kijken. Nou, ik heb het maar genoemd 11G, wat moet ik ermee? Ik begin, dat is ook nog heel belangrijk. Mensen die hier zitten mensen die heel veel van geluid weten. Veel meer dan ik. Maar hier zitten ook mensen die nog heel weinig van geluid weten. Dus ik ben maar gewoon heel erg bazaal begonnen. Het kan zijn dat ik voor sommige mensen veel te simpel dingen vertel. Misschien zelfs iets te kort door de bocht. Spreek me daar dan op aan. Dat hoor ik dan graag. En sommige mensen zullen misschien zeggen, ja, het is misschien wel een beetje ingewikkeld. Stel dan ook vragen. Dan probeer ik het dat ook uit te leggen. Dus ik hoop dat ik een goed midden gevonden heb. Wat is geluid? Eigenlijk niks meer dan trilling van lucht. Er trillen wel meer dingen, maar als de lucht trilt, dan noemen we het geluid. Ja, oh, dat ging even te snel. Hij reageert een beetje langzaam. Ja, zo. En meteen twee moeilijke woorden. Je ziet vaak, zelfs in het boekje staat dat, als er over geluid wordt gesproken, dan wordt er zo'n sinusgolf. En dat klopt wiskundig wel, maar geluid gaat niet op deze manier door de lucht. Geluid, dat is niet transversaal. Dit is een transversale golf. Het is een longitudinale golf. Op deze manier, de lucht wordt ingedrukt, uitgerekt, ingedrukt, uitgerekt. Daarom spreken we ook over geluidsdruk. Die lucht wordt ingedrukt, dus er komen meer moleculen op één plekje, dus er ontstaat druk. Dat is een heel ander iets. Wiskundig is het wel een sinus, dus daarom is dat wel logisch dat ze het zo weergeven. Maar het is dus niet zoals het oppervlakte van het water. Zo is het niet. Het is een longitudinale golf. Goed, ik hoop dat dit de lastigste woorden waren uit de hele presentatie. Even kijken, ik heb 1 keer op het knopje gedrukt. Nou wacht ik even of die wat doet. Nee, ik moet toch nog 1 keer op het knopje. Misschien zit daar de ontvanger. Sta ik ertussen. Ja, hoe meten we dat? In het aantal trillingen per seconde. Er zijn meerdere manieren om te meten, maar een van de dingen is het aantal trillingen per seconde. Hertz noemen we dat. Meneer Hertz heeft heel veel betekend voor de theorie van geluid en radio. Dus daarom hebben ze dat naar hem genoemd. Hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger wij het geluid waarnemen. Ik ga de verkeerde kant uit. Nog even wennen hoor, jongens. Nog een keer. Ja, en dat menselijk gehoor, dat kan horen van ongeveer 20 hertz, 20 trillingen per seconde, tot 20.000 hertz. 20 hertz, dan moet je denken aan de allergrootste pijpen van grote orgels. Dat zijn van die tonen waarbij je voelt het eigenlijk alleen nog maar. Je zit te trillen in je bankje. 20.000 hertz is krankzinnig hoog. Hier zitten niet echt heel meer jongen. Hier zitten geen kinderen in de zaal. Dus ik kan veilig zeggen dat waarschijnlijk hier niemand meer in de zaal zit. Niemand in de zaal zit die nog 20.000 hertz kan horen. Dat is echt heel ontzettend hoog.
Maar als we jong zijn, horen we dat nog wel. Ja. En dan heb ik een paar voorbeelden. Om een beetje gevoel te krijgen van hoe hoog, welke toonhoogte klinken bepaalde klanken. Ja, even kijken. 500 hertz. Oh, dat ging te snel. Oh, oh, daar zijn we. Ja. 500 hertz, 500 trillingen per seconde. Nou, dit is een lage pieptoon, zou je kunnen zeggen. Het moet dan sneller kunnen, jongens. Ja, doe maar. Dit is 500 hertz, dan gaan we naar de volgende. Ja. 1000 hertz, twee keer zo hoog. Een toon die veel mensen bekend in de oren zal klinken, want dit was de toon die vroeger werd meegezonden bij het testbeeld, op het moment dat er nog geen muziek bij was. Nu gaan we nog wat hoger. 5000 hertz, dat is al een hele hoge, vervelende hoge toon. En dan wetende dat we als we jong zijn tot 20.000 hertz kunnen horen, dus alles wat erboven zit. Het kan zijn dat mensen deze niet gehoord hebben, mensen die wat ouder zijn, die horen deze vaak al niet meer. Dat is helemaal niet erg, want onze spraak zit allemaal in een veel lager gebied. Maar goed, even een idee. Nou, nu gaan we even de laagte in. 100 hertz. Dat is een vrij lage toon. Maar niet een super lage brom, maar een vrij lage toon. Een toon die vaak uit apparaten komt, denk aan een koelkast of zo, daar hoor je vaak deze bromtoon bij. Nog een beetje lager. 80 hertz, 80 trillingen per seconde. Ja, dat begint al echt een brom te worden. Nog wat lager. 60 hertz. Dat is echt al, dat begin je een beetje het gevoel te krijgen. Nou, dat is wel heel, heel laag. Nou, dat even een idee van over wat voor hoogtes heb je het, over hoeveel hertz toonhoogtes. Nou, we willen geluiden meten. Hoe doen we dat? Als het gaat om de sterkte, we hadden het eerst over de toonhoogte, nu gaat het over de sterkte. Dan is dat best lastig, want hoe doe je dat? Je hebt de lage tonen, middentonen, hoge tonen. En je moet daar een waarde aan kunnen hangen, zodat je iets kan zeggen over de hinderlijkheid voor mensen. Dat is waar het allemaal om gaat. We meten niet. Dus we meten de totale energie van hoog tot laag, alles bij elkaar. En er was dus inderdaad behoefte aan één getal, aan een norm. Ja, de volgende, ja. En er zijn een paar toeslagen voor het soort geluid, want iedereen snapt, sommige geluiden, ook al zijn ze even sterk, zijn hinderlijker dan andere. Dus daar zat de wetgever toen ook al een beetje mee in de maag. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, er zijn op dit moment drie toeslagen. Die ene is voor impulsachtig geluid. Dus als het, denk aan een smid of een apparaat wat alsmaar klopt of pokt of nou ja, bepaalde impulsen maakt. Dan moet je 5 dB erbij optellen. Als het om één toon gaat, een enkele toon is veel hinderlijker dan een hele melee van geluiden. Dan moet er ook 5 dB bij. En tenslotte muziek. Muziek kan heel fijn zijn, maar als jij een klassieke muziekliefhebber bent en jouw buurman is André Hazes fan, dan ligt dat toch even anders. Dus de wetgever heeft gezegd, muziek is zo herkenbaar en zo persoonlijk, op het moment dat er muziek in het spel is, dan moet je de 10 dB bij optellen. Dat maakt het zo moeilijk voor kroegen en restaurants of feestzalen om aan de geluidnormen te voldoen, want je zit al heel snel over de grens, want 10 dB is best een hoop. Ja, dB en dBA, dat is ook nog een hele belangrijke. Want je kan het allemaal wel meten, maar onze oren zijn verschillend gevoelig voor verschillende tonen. Hele lage tonen horen we vrij slecht, hele hoge tonen horen we ook vrij slecht, in het midden horen we het beste. dB en dBA, het is een logaritmische weergave, dat is ook een lastige altijd. dB, decibel, even kijken, doe de volgende maar. Ja, want het is een vergelijking ten opzichte van. Dus 0 dB is geen absolute stilte. Het is 20 micropascal geluidsdruk.
Dat is ongeveer het geluid van een vallende speld. Dat is nou niet bepaald overdovend, maar dat kunnen we ongeveer nog net waarnemen. En 10 dB, het is logaritmisch, zei ik al, dit klinkt nog vrij logisch, dat is 10 keer, dus dat zijn 10 vallende spelden. De volgende, ja, 20 dB, dat is 100 keer. En 30 dB is 1000 keer, enzovoort. Dus 30 dB, dan heb je het over 1000 vallende spelden. Dat begint al een beetje geluidje te worden. 30 dB is nog steeds vrij zwak, kan je je voorstellen, maar toch. Dus op die manier, dat is even wennen, hoe dat werkt met decibellen. Dus het is niet zo dat als je zegt, ik heb een geluid van 50 dB en hier is ook een geluid van 50 dB, dat samen 100 is. Dat wordt wel eens gedacht en gezegd, nee, is niet zo. 50 plus 50 is 53. Zo werkt het in de logaritme. Nou, gaan we verder niet over in, maar het is best een beetje ingewikkeld. Nou, over die A, als je het gewoon in decibellen meet, zo'n meetapparaat is even gevoelig voor alle tonen. Maar onze oren niet, zei ik net al. Nou, in het geluidsgebied, in het sterktegebied waar wij meestal opereren, dus normale sterke geluiden, heeft ons oor deze gevoeligheidskarakteristiek. Gemiddeld, hè, want iedere oor is verschillend, die verschillen zijn niet super groot, maar gemiddeld deze gevoeligheidsgrafiek. Dat betekent dat in het lage gebied zijn we behoorlijk ongevoelig, in het middengebied redelijk gevoelig en in het hoog wordt het alweer een stuk minder. Die correctiegrafiek zit ook in alle meters. En dan krijgen we dus een ander getal, want die meter die meet al die getallen, al die intensiteiten van die verschillende frequenties, laat er deze grafiek op los, telt het dan allemaal bij elkaar op en dan komt er een getal uit en dat noemen we dBA. Dus die A, dan is het namelijk, pas dan is het een maat voor de hinder voor mensen, want dat is wat we willen. Ja, om daar een beetje gevoel op te krijgen. Vele mensen kennen wel de equalizer. Het kan in software, maar je hebt het ook in vroeger, ja, het bestaat nog wel. Hier is het natuurlijk geen theaters, maar heel vroeger had je ook wel stereoapparaten waar dat allemaal op zat. Dan kon je je eigen klankkleur instellen. Nou, als je het hebt over een geluidsspectrum, dan moet je daar een beetje aan denken. Want ik ga het vooral over het spectrum hebben zometeen. En wat moet je dan denken bij spectrum? Nou, dat je dus kijkt van wat zit laag, wat zit midden, wat zit hoog. Daar kan je heel erg op inzoomen. En je kan dat een beetje vergelijken met wat je doet met een equalizer. Ja, de normen, ja, die normen zijn dus in dBA, omdat ze een maat moeten zijn voor de menselijke hinder. Ze doen het hele spectrum van hoog tot laag. Die A-correctie die benadeelt dus wel het laag. Dat is op zich terecht, want onze oren zijn ongevoeliger daar. Als je dus nou wil gaan meten en je wil gaan kijken van wat speelt hier nou, dan bestaat er in de geluidwereld een trucje dat je zegt, oké, we gaan toch een beetje kijken waar zit nou de meeste energie. Dan splits je zo'n heel spectrum op in octaafbanden. Octaafbanden, dat zijn mensen uit de muziek, die weten dat wel. En octaaf, dat is zeg maar een verdubbeling. Je hebt 100 hertz, dat is een bepaalde toon. En dan bij 200 hertz, dan noem je dat dezelfde toon, alleen die is dan een octaaf hoger. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, staat ook in het boek. Die ene do is 100 hertz, die volgende do is 200 hertz, de volgende do is weer een verdubbeling enzovoorts. Dus op die manier kan je het opdelen. Maar je kan nog meer inzoomen naar tertsen. Dan deel je zo'n octaaf weer in 3 delen op. Maar dat is allemaal veel te grof. Als je heel goed wil kijken van wat voor lage tonen, in mijn geval lage tonen, of überhaupt in het algemeen, wat voor tonen zitten er in het spectrum, dan moet je veel dieper inzoomen. Daar hebben we een fantastische techniek voor. Dat heet FFT, Fast Fourier Transformatie. Ja, een hele oude meneer op het doek. Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830, tijd van Napoleon. Briljant wiskundige. En die bedacht dat je allerlei ingewikkelde functies weer helemaal terug kon brengen naar aparte frequenties. En wat doet FFT? Hij ontbindt iedere functie, dus een wiskundige functie, in een continu spectrum van frequenties. Oké, is een beetje moeilijk. Wat is het dan precies? Met andere woorden, ieder geluid, hoe complex ook, kan worden herleid tot een zeer groot aantal aparte frequenties. Daar heeft hij de basis voor gelegd. Maar goed, het is ingewikkelde woorden, het is heel veel wiskunde, weet ik ook allemaal niet. Maar een plaatje zegt meer dan 100 woorden, dus laten we eens naar het plaatje gaan kijken.
Ik vertelde net over die octaven en die dB's en die dB's. Als je nou meet volgens de norm met je dB-meter, dan krijg je gewoon, zeg maar, ik bedoel dit als een frequentieschaal en dat als een sterkteschaal. Dan krijg je gewoon één blok, zeg maar. Hè, van je meet alles en dan komt een getal uit. Oké, prima. Voor de wet, uitstekend. Als we het nou in octaven doen, dan gaan we dat frequentiegebied opdelen in verschillende octaven. En dan zie je al dat er in dit geval, in dit willekeurige voorbeeld, in deze frequentiebanden, om het zo maar te zeggen, in deze octaven zit een beetje meer energie dan daar. Dan heb je al een beetje een idee van over wat voor geluid heb ik het hier. Als je het in tetsen opdeelt, dan wordt het nog specifieker. Dan zie je inderdaad, er zijn inderdaad interessante verschillen. Maar het is nog steeds niet zo goed als het kan zijn. Want als je met Spectrumlab gaat meten, Spectrumlab is een gratis programma. Komt uit de radiowereld, dat is wel weer leuk. Maar het meten in het audio, je kan allerlei manieren instellen. Nogmaals, het is gratis, dat vinden Nederlanders altijd fijn. Het werkt als een tierenlier, geweldig. Nou, hier zie je een voorbeeld van een scherm in Spectrumlab. Dan moet ik even wat langer bij stilstaan om dat uit te leggen. Eigenlijk zie je drie hoofdschermen, zou je kunnen zeggen. Bovenaan, die grote zwarte met die gele lijn. Dat is het momentane geluidsniveau. We zien hier een indeling van 0 hertz, dus geen enkele trilling, tot, hij staat hier bovenaan, 200 hertz. Dus het is het onderste deel van het geluidsspectrum. En je ziet wat er op dat moment dat deze meting liep aan toontjes voorbij komen. Dus die gele lijn, als de boel draait, zometeen ga ik mijn programma laten draaien en gaan we nog wat doen, dan zou je zien dat die gele lijn continu een beetje in beweging is, want er komen continu allerlei bepaalde tonen voorbij. Maar om nou te kijken, is er iets langdurig aanwezig? Dan heb je die onderste nodig. Die middelste is alleen maar een schaalverdeling. Die onderste, dat is een watervalscherm, zoals ze dat noemen. Die loopt heel langzaam naar beneden en die schrijft continu wat er bovenaan aanwezig is. En je ziet daar een grote piek bij 50 hertz elektriciteit. Die is er dus continu en daarom zie je daar een lange witte lijn. Hier weet je dus uit dat gedurende, even kijken, dit staat op 5 minuten, dus het is in totaal 10 minuten, dat in die 10 minuten dat deze meting heeft gelopen, was er continu 50 hertz. En je ziet hier ook dat er soms tonen zijn, die zijn er even, zijn even weg, zijn er weer even, zijn even weg. Nou, wat was dit nou? Dit was een hoogwerker bij ons in de buurt, waar ze de bomen mee aan het snoeien waren. En die reed af en toe naar de volgende boom en dan ging die omhoog en dan begonnen ze wat te zagen en dan ging die naar beneden. En zo'n apparaat produceert dus een heel scala aan lage tonen. Kijk, op het moment dat iemand zo'n apparaat ziet, weet je onmiddellijk, oh ja, dat doet zo'n ding. Maar dat geeft ongelooflijk interessante plaatjes. Je kan met dit programma dat allemaal ongelooflijk goed in beeld brengen. En je hebt er ook geen hele goede microfoon voor nodig. Ik heb hier een laptop waar Spectrumlab op draait en hier staat een hele goedkope microfoon van 2 tientjes. Die is gevoeliger dan welk menselijk oor dan ook en net zo gevoelig als de microfoon van een professionele meter. Dat is echt zo. Professionals geloven dat vaak niet, maar het is echt zo. Vergelijk het maar met elkaar. In het laagfrequent zijn die dingen net zo gevoelig als de dure microfoons van de professionele meetfirma's. Dat is fijn, want daarmee kunnen mensen... Ah, daar zijn we al. Heeft hem omgeschakeld. Prima. Dit is wat we nu zien. Dit is nu hier. Deze staat tussen 0 en ongeveer 100 hertz. Nou, wat zien we hier nu? We zien wat lijntjes. Hier ergens in de buurt van de 50. Ja, logisch, dat draait van alles hier op elektriciteit. Dus er is hier ook iets van 50 hertz. Maar vaak is dat net iets minder dan 50 hertz. Want motoren die moeten hard werken en die slippen een beetje. En dan komt er iets uit op 49 of 49,5. Het is ook altijd heel leuk op het moment dat je dat aan of uit ziet gaan. Als het aangaat, geeft dat vaak een haaltje, want hij begint niet precies op 49, maar net iets eronder. Een beetje dat idee. Zien we hier nu niet, maar dat komt misschien nog. Verder zien we wat vage banden. Die doen er allemaal niet zo gek veel toe. Het gaat altijd om de streepjes, om de hele duidelijke tonen. En wat we nu gaan doen, even kijken. Ja, doe maar. Eens kijken of er nog wat anders gebeurt. Want dit is eigenlijk een test je zou kunnen zeggen een demonstratie. Als die het doet om eens even te laten zien. Er gebeurt wat.
Want los van alles wat we hier horen, het is natuurlijk een moeilijk, hè, groot theater en daar staan hier allerlei dingen te draaien. Maar zijn er mensen die nu een hele, hele lage toon horen? Sinds een paar seconden? Dat is er één. En we zien hier ook iets, maar de rest slaat daar nog niet op aan. We zien hier een streepje. Op 33 hertz. En niemand, behalve die ene, hoort nu nog die 33 hertz. Je ziet al een hele duidelijke piek. In die gele springende lijn. Die zit al, hoeveel blokjes? De verdeling is hier 10 dB. Die zit al 15 tot 20 dB boven de omgevingsruis. Dat is al best heel duidelijk. En het geeft ook al een hele duidelijke witte lijn. En toch is er nog niet zo gek veel te horen. Doe maar een beetje harder. Dus kijken wanneer mensen hem gaan vernemen. Zijn er al meer mensen die wat horen? Kijk, de piek is duidelijker, wordt hoger. Het lijntje wordt witter, helderder. Maar zijn er al mensen die zeggen van er begint wat te gebeuren, daar. Oké, en daar ook, oké. Maar ja, dat is ook wel logisch, want hij is er inmiddels heel duidelijk. We kunnen nog harder. We gaan niet dat het gebouw instort, hoor. Dus we hebben een paar stappen. Ja, piek is weer een stuk duidelijker. Iedereen inmiddels, of nog niet? Nee, ik zie mensen nee schudden. Nee, willen nog geen mensen de zaal uitrennen? Nee, daar zie ik hem, ja. Ik geloof dat we nog één standje extra hebben, hè? Oké. Je hebt wel van beter horen, dat is toch zo meteen heel druk wordt, hè? Ja, beter horen meten hier helemaal niet. Okay. Een standaard audiologische test, meestal 125 hertz of zo, lager gaan ze standaard niet. Dus dat is erg onhandig. Nou goed, duidelijk dat je dus met dit, we zien nu het echt een hele felle witte lijn. Ik denk dat bijna iedereen het nu al hoort. Of zijn er nog mensen die hem nog niet horen? Ja? Oké. Nee, dat is ook vaak zo. Mensen die dan, daar kom ik nog op. Dat zit nog in het verhaal. Ja, laten we eens doen. Dat is duidelijk weg, hè? Geen piek meer. Witte streepje houdt op. Lukt dat? Of die nog weer aan kan? Ja. Uit is weldadig, ja, oké. Dankjewel, Piet. Nee, oké, duidelijk. Wat ik hier maar mee probeer aan te tonen, is dat je met dit supersimpele meetsysteem, bijna iedereen heeft tegenwoordig een laptop, het moet wel een Windows laptop zijn. Mensen met Macs, Apples, die hebben pech, want dit programma is er niet voor de Mac. Helaas, ik weet het, in de kunstenwereld is de Mac populair. En een hele goedkope microfoon. Heb je een waanzinnig gevoelig meetsysteem voor laagfrequent geluid? Daarom probeer ik mensen die zich tot mij wenden, zoals ik dat dan maar zeg, ook altijd zelf aan het werk te krijgen. Van jongens, meisjes, ga met je eigen laptop en een simpele microfoon aan de slag. Je bent waarschijnlijk heel gemotiveerd om je probleem op te lossen. Je hebt alle tijd van de wereld om daarmee aan de gang te gaan. Luister goed wanneer het geluid hard is en wanneer het zacht is of wanneer het verandert. Want het kan van alles zijn. En ga op zoek met je systeempje. En heel veel mensen vinden het op die manier. Goed, dat was de demonstratie Spectrum Lab. Dan gaan we weer terug naar deze. Ik ga even een paar stappen aangeven hoe, in die ruim 10 jaar dat ik bezig geweest ben, gekomen ben tot de aanpak waarvan ik nu denk dat dat een goede aanpak is. En dat begint met een luistertest. Daar kom ik straks nog op terug. Maar het is ontzettend belangrijk dat op het moment dat iemand zegt van ja, ik hoor een laagfrequent geluid. En als die dan meteen gaat meten, nou, je hebt gezien hoe ongelooflijk gevoelig het systeem is, dan kan het zomaar gebeuren dat als je niet weet wat je nou precies hoort, welke toonhoogte je hoort, dat je op zoek gaat en dat je ziet streepjes in je scherm en dat je denkt, ja, dat is hem. En dan
loop je de kans dat je een, wat ik dan noem, een piekenjager wordt. Dat je gewoon op willekeurige pieken gaat jagen. En dan kan het helemaal verkeerd aflopen. Want dan kan het zijn dat je op een gegeven moment bij een apparaat staat. En dat je denkt, ja, dit zal hem dan wel zijn. En dan krijg je het misschien voor elkaar om na veel moeite dat apparaat uit te krijgen. En dan blijkt dat het geluid er nog steeds is. Dus eerst een luistertest doen. Kan je zelf doen. Als mensen een beetje in de buurt wonen van Veendam, dan laat ik ze altijd hierheen komen en zeggen, joh, kom bij mij een luistertest doen. Kunnen we er ook nog eens even over praten, wat je allemaal al wel gedaan hebt, waar je tegenaan bent gelopen. Want heel vaak hebben mensen al jaren met dit probleem geworsteld. En dan pas komt er iets met Spectrum Lab, komen ze bij mij of komen ze erachter dat er ook andere mogelijkheden zijn. En dan wil het nog wel eens opgelost worden. Maar dan zit er al wel een hele lange leidersweg aan vooraf. Dus die luistertest is heel belangrijk. Want dan weet je, uit die luistertest komt welke toon jij hoort. Dan een lange meting en een logboek. Nou, zo'n lange meting kan je zelf doen. Sommige mensen die zeggen, ja, ik ben heel erg atechnisch. Dat kan, maar je moet wel heel erg atechnisch zijn om niet met dit systeem te werken. Maar goed, er zijn mensen die zeggen, ja, ik durf dat echt niet. Dan kan je ook gewoon met een professionele meter wat doen natuurlijk. Als die beschikbaar is, zet daar gedurende een aantal weken een meter neer. En ga kijken en laat de mensen een logboek bijhouden. Heel belangrijk. Want juist die momenten waarop mensen zeggen, ja toen, die avond om 13 minuten over 8, toen was het er ineens. Dan moet je in diezelfde, in die metingen moet je ook zien dat er die avond om 13 over 8 iets gebeurd is. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Nou, als die metingen gedaan zijn, analyseren, logboek naast de metingen. Alles door Spectrum Lab halen, kijken van, is er wat van te maken? Klopt het? Klopt de boekhouding met wat er gemeten is? Dan zijn er twee uitkomsten. Grofweg, hè? Je meet wel of je meet geen geluid. Als er geen geluid is, dan moet er een andere oorzaak zijn. Want die mensen nemen wel iets waar. Hij staat hier nu voor het eerst. Laat ik dat onderwerp meteen even benoemen. Ik wou voorstellen om vanaf vandaag dat effect dat mensen geluiden horen, maar dat er toch na veel meten, één meting is geen meting, na veel meten en na veel proberen toch duidelijk blijkt dat er geen geluid is, maar wel degelijk een waarneming van iets waar mensen helemaal knettergek van kunnen worden, om dat voortaan LFW te gaan noemen. Er was namelijk de Stichting Laagfrequent Geluid, die heeft dat ooit 11G Plus genoemd. Ik snap dat, maar ik heb dat altijd een wat ongemakkelijke term gevonden. Om drie redenen. 11G Plus, daar staat nog steeds die G van geluid. Terwijl we nou net hebben vastgesteld dat het dan eigenlijk geen geluid is. Je neemt het wel waar als geluid, dus dat is wel waar, maar het is geen geluid. Dus die vlag dekt de lading niet. En bij Plus denk ik ook van harder of erger. En dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. En er is nog iets wat ik denk bij plus, hoger. Terwijl het nou juist helemaal niet hoeft te zijn dat het hoger is. Dus 11G plus vond ik niet zo'n goede term. Dus ik heb heel lang over nagedacht en steeds gezegd, ja, voel me daar wat ongemakkelijk bij. Ik snap wat je bedoelt, maar het klopt niet. Als we nou voortaan afspreken om het LFW te gaan noemen, laagfrequent waarneming. Mensen nemen wel degelijk iets laagfrequents waar, maar de oorzaak daarvan, dat is een beetje mysterieus. En dat kan van alles zijn. Daar komen we het nog over. Daar gaat Lies Jongman straks ook niets over vertellen. Met uw goedvinden, wat mij betreft, noemen we dat voortaan LFW. Goed, als je nou wel geluid meet, dan kan je op zoek met je geluidmeter. Dat kan met je systeempje, een losse microfoon, laptop. Het kan ook met een professionele geluidmeter. In de meeste professionele geluidmeters is ook de mogelijkheid om FFT-analyse te doen. Dus die op de frequenties gerichte meetmethode. En daar kan je gewoon mee rondlopen. Stel je voor dat er een baron in dat bloemstuk zit. Dan, op het moment dat je met je microfoon naar dat bloemstuk loopt, dan moet je zien dat die piek hoger en hoger en hoger wordt. En dan op een gegeven moment sta je bij een apparaat. Verdorie, dat is hem. Zo hebben al heel wat mensen zelf met hun systeempje, met dit systeempje, een baron gevonden. Als het nou moeilijk is, dat kan ook, het is lang niet altijd makkelijk als je een hele veel reuring, verschillende bronnen die dicht bij elkaar zitten in frequentie, dan zou je globaal richting kunnen bepalen met een eigen array. Daar heb ik straks een fotootje van. Array is een groot woord, maar richting bepalen. Misschien dat ik dat hier even noem. Richting bepalen van laagfrequente geluid is heel moeilijk.
wij mensen, onze oren staan maar 19 centimeter van elkaar af gemiddeld. En laagfrequent, echt puur laagfrequente tonen zijn heel groot in golven. Denk aan 30 hertz. We hadden net 33 hertz, maar denk bijvoorbeeld aan 30 hertz. Dat is ongeveer 10 meter. 10 meter ten opzichte van 19 centimeter is een enorm verschil. Onze oren denken dan dat dat geluid overal vandaan komt. Daar maken we ook handig gebruik van in de geluidwereld, want in dit theater hebben we wel stereo en zo, of meer waarschijnlijk, 5 of quadro, of nou ja, in ieder geval heel veel verschillende mogelijkheden om film en geluid op een mooie manier ruimtelijk te laten klinken. Maar de subwoofers die liggen gewoon hier. En die hoeven echt niet daar, want wij denken allemaal dat dat lage geluid ook stereo is. Maar onze oren kunnen dat helemaal niet. Maar dat maakt het dus lastig. Als er een bron is waar je last van hebt en het is alleen laagfrequent geluid, en je denkt, oh, ik ga eens even op zoek. Ik hoor het wel van mensen die zeggen, ja, ik had er last van, werd er wakker van. Ik ging op de fiets, ik ging naar buiten, ik ging overal heen. Maar ja, het was overal even sterk. Ik kwam er maar niet achter. Andersom kan het ook zo zijn dat mensen soms denken van, nou, ik zie daar een bedrijf of een apparaat of een machine en die zal het wel zijn. En als dat eenmaal in je hoofd zit, dan kom je daar ook niet meer van af. Dan denk je dat het daar vandaan komt. Ik was een keer met mijn vrouw aan het fietsen in de Eemshaven. En we fietsten vanaf de zee richting, of vanaf, ja, dat was de zee, vanaf de zee richting het land. En voor ons zagen we een vrij groot bedrijf. En ineens hoor ik een vrij lage toon. 40 hertz ongeveer. Ik denk, nou, dat bedrijf maakt een hoop herrie. Dus wij fietsen door en ja, we hadden het gevoel dat het harder werd. En ik denk, wat zal daar nou gebeuren, zeg, in dat bedrijf? Dat is wel heel bijzonder. Voor het bedrijf ging het fietspad linksaf. Wij slaan linksaf, we krijgen een ander beeld op de wereld. We zien rechts dat bedrijf en we zien links de haven. En wat bleek? In de haven lag een sleepboot. En die was aan het manoeuvreren. Dat konden we zien omdat er flink wat rook had. En toen zeiden onze hersenen, oh ja, natuurlijk, het was die boot. Het is niet een bedrijf. Maar als ik die boot niet gezien had, dan zou er geen kracht ter wereld geweest zijn die mij ervan af had gebracht dat het bedrijf was geweest. Dus we denken heel vaak dat het dat is, terwijl het dat helemaal niet is. Nou, daarom moet je kunnen meten. Richting bepalen is dus moeilijk. En zo kom ik bij dat eigen array. Want toen ik wist van die 19 centimeter, dacht ik, nou ja, ik kan mijn oren niet uit elkaar zetten. Maar ik kan twee microfoons wel ver uit elkaar zetten. Dus ik heb een systeempje gebouwd waarbij je microfoons 60 meter uit elkaar kan zetten. Dat helpt. Dan kan je niet heel precies richting bepalen, maar je krijgt wel een begin van richting. Er zit een hele mooie optie in Spectrum Lab waarmee je dan iets anders gaat zien. Ga ik straks nog uitleggen. En dan kan je dus wel zeggen van, nou, het komt ongeveer daar vandaan en zeker niet daar. En dat kan al erg helpen, want met je oren lukt het echt niet. Kom ik nog even op terug. Als het nog steeds moeilijk is, want dat kan, want ja, het is heel globaal, dan bestaat er een techniek van een firma die heet Microflown. Ik heb geen aandelen, maar dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ik vind ze echt Nobelprijswaardig. Die zijn zo goed, die kunnen tot op een 1,5 graad nauwkeurig lage tonen in beeld brengen. Kom ik op terug. Had ik er nog één, geloof ik, hier. Ja. Nou, als die bron nou gevonden is, dan is het eigenlijk nooit zo dat je met de wet in de hand iets kan oplossen. Want er zijn niet hele specifieke normen voor laagfrequent geluid. Ik vertelde al over die dBA-grafiek en dat die lage tonen daar maar beperkt in worden meegenomen. Dat is heel logisch. Maar als je nou in een omgeving zit waar bijna geen geluid is, maar wel één heel hinderlijk, maar zacht, maar duidelijk voor jou waarneembaar toontje. Ja, als je met een gewone geluidmeter gaat meten, kom je op een niveau van misschien 30 dB of zo. En de normen waar we het over hebben in Nederland, dat begint al gauw bij ergens 40, 45, 50 of wat dan ook. Hangt vanaf wat voor soort geluid. Maar dat gaat dus gewoon niet lukken. Dus daarom ben ik, als ik bronnen vond, nooit als een soort bromsnor richting het bedrijf gelopen en gezegd, halt in naam der wet, u begaat een overtreding. Nee, dan zeg ik van, nou, we hebben iets gevonden. Er is hier iemand in de buurt die heeft verschrikkelijk veel last, al jaren. En nou wil het geval dat we hebben wat gemeten en we hebben wat gezocht. En we zijn erachter gekomen dat die bron bij u op het bedrijf is. Zouden we daar eens over kunnen praten? En toen dacht ik altijd dat die bedrijven zouden zeggen, ja, wie ben jij wel? Enge man, maak je weg. maar pakt u zich voort. Nee, dan zeggen ze altijd, wauw, wat fascinerend. Wat interessant, hoe heb je dat gedaan? Kom eens praten.
En dan, als je wat technische mensen treft, en dat is dan meestal zo, die vinden het fascinerend dat je dan iets gevonden hebt. En dan gaan we een rondje doen over het bedrijf. We vinden wat. En dat wordt altijd opgelost. Tot nu toe, er is geen hout. Nou ja, klop, klop, ik klop het even af. Tot nu toe was het altijd zo dat als we dan zo'n bron vonden, dat het simpelweg opgelost kan worden. Eén uitzondering, de windmolens hier in Veendam. Daar kom ik straks nog op. Dat is een hele cynische uitzondering. Maar dit is dus waarvan ik denk, nou, dit is wel de roadmap naar het succesvol oplossen van laagfrequent problemen. Allemaal een beetje bij elkaar gesprokkeld. Ik heb niks zelf bedacht. Het is allemaal geleend. Dus, maar het werkt wel. Wat gaan we nu doen? Ja, we gaan even die stappen iets dieper in. Ik vertel over die luistertest. Hoe doen we dat? Er zijn verschillende apps hoor, maar ik heb gemerkt dat deze online tone generator, gewoon een website op het internet, hele zuivere tonen voortbrengt. Er zijn ook allerlei geluidprogramma's en die maken ook nogal eens boventoon. Dus dan maak je bijvoorbeeld, ik noem maar eens 30 hertz, maar dan komt er niet alleen 30 hertz uit, maar ook 2 keer 30, 60 of 3 keer 30, 90. Ja, en dan weet je niet precies waar je naar zit te luisteren. Online tone generator maakt hele zuivere toontjes. Hij staat hier op 35. Als je hem opstart, staat hij standaard op sinus. Belangrijk. Dan maakt hij een mooie zuivere toon. Als je een blokgolf of een zaagtand of een driehoeksgolf laat maken, dan maakt hij juist heel veel boventoon. Dus je kan het wel eens een keer proberen, maar ga dit vooral niet aanzetten. Laat hem fijn op sinus staan. Heel belangrijk. En ga dan met een goede koptelefoon. Ja, dat is goed. Er zijn gelukkig heel veel goede koptelefoons, maar die echte hele flimsy dingetjes, die maken zelf snel ook boventoon. Dat moet je niet hebben. Ik gebruik zelf een Sennheiser HD 280 Pro. €100. Net de prijs. Werkt prima. Niet waar, jongens, van de omgevingsdienst. Die gebruiken hem nu ook. hartstikke mooi ding. Werkt prima. En nou, je gaat tegenover de persoon die getest wordt zitten en jij stelt dit in. Die persoon moet liefst niet weten welke tonen. En je gaat zeggen van, nou, klinkt dit naar het geluid waar je thuis last van hebt. En het verrassende is, mensen zijn ontzettend goed in staat om op basis van geheugen die toon, om daarop te reageren. Sommige mensen tot op de hertz nauwkeurig. Ik heb één iemand gehad, die bleek 33 hertz te horen. En als ik hem 32 hertz aanbood, zei hij, nee, dat is te laag. En als ik hem 34 hertz aanbood, zei hij, nee, dat is te hoog. En niet één keer, meerdere keren. Dat zit zo in dat geheugen gebrand, dat het die toon is, dat hij dat heel precies kan zeggen. Er zijn ook mensen die zijn absoluut niet muzikaal, of ja, die hebben al moeite met het begrip hoger of lager. Dan vraagt het veel geduld. Dat heb ik gelukkig. Dus dan ga ik gewoon door en dan zeg ik, rustig aan, laten we eerst nog even koffie doen. We proberen het nog even. En er komt altijd iets uit. Dat je zegt, oké, het zit in de buurt van de 70. Of het zit in de buurt van de 30. Het kan ook 35 zijn. Het komt er niet op aan dat je... Het is fijn dat je het weet als het heel precies is. Maar je moet weten waar je ongeveer naar op zoek moet gaan. Want anders krijg je dat piekenjachtgedrag. Dat mensen waarvan je hebt vastgesteld, of waarvan je zou hebben kunnen vaststellen dat hun hindertoon 35 hertz is, als ze thuis gaan meten en ze zien ineens een toon op 88 hertz, dat ze denken, ja, dat is hem. Ik heb last en ik zie 88 hertz, dus dat moet hem zijn. Nee, dat is niet zo. Want je moet eerst weten, wat is nou eigenlijk je hindertoon? Heel belangrijk, deze stap overslaan, niet handig. Dit kan je ook samen doen, thuis met je partner of met je neefje of wat dan ook. Je kan het ook alleen doen, maar dan heb je de kans dat er toch wat wishful thinking bij komt natuurlijk. Hè? Van ja, ik denk dat het dit is. Ja, dat is hem, dat is hem. Ja. Dus het is beter omdat echt dat je het niet weet. Dat je het blind doet, zeg maar. Oké. Dan een lange meting. Die mag ik een klikje, dan gaat die lopen. Als je nou zo'n lange meting doet, Als je op de volgende drukt, dan zou die moeten gaan lopen. Oh. Dit is een filmpje, namelijk. Ja. 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 Dat doet hij anders nooit. Dat is raar. Oké.
Goed, het gaat om het idee. Als je zo'n lange meting doet, dan heb je uiteindelijk of een groot bestand gemaakt door Spectrum Lab, of je hebt een groot aantal WAF-bestanden die door de professionele meter zijn gemaakt. Die laat je door Spectrum Lab afspelen. En als dit zou werken, dan zie je dat er dus een continu lopende waterval is, waar af en toe strepen voorbij komen. Dit is een hele duidelijke op, waar zitten we hier? 45, 40, 35 zit deze. En hier zit iets op 30. Nou, er komt van alles voorbij. En het idee is dan dat je gaat kijken van welke tijdstippen. De tijd, die staat hier altijd ook. Dus je kan altijd kijken van wanneer was het. En klopt het met het logboek? Dat is belangrijk, dat diegene die hoort geluiden. En je kan wel van alles meten, maar het moet wel overeenkomen met het logboek. Het filmpje werkt nou even niet. Ik heb straks nog een ander filmpje, geloof ik. Of nou, jullie hebben het ook net zien lopen met Spectrum Lab. Dat is het idee dat je dan, ja, zoals dit, hè, dan zie je dus continu dat er wat beweegt en dat alsmaar loopt. En als je het via Spectrum Lab, staat ook een boekje, een manier om dat veel sneller te doen, dan kan je ongeveer in ruim 4,5 minuut een hele dag bekijken. Dat is erg handig. Dat schiet lekker op. Want je gaat natuurlijk niet 24 uur naar een beeldscherm zitten kijken. Oké, dan gaan we naar de volgende. Want als je nu zegt, ik heb wel geluid, maar waar is nou de bron? Nou, ik zei al, je kan met een gewone geluidmeter op zoek naar de bron. En met een beetje geluk loop je er tegenaan. Maar het is niet altijd zo makkelijk. Ja. Nou kom ik bij dat zelfbouwstereosysteem met die microfoons uit elkaar. Hele simpele meetmicrofoons zijn te koop. Dit is een Behringer ECM 8000. Ongeveer €50 of zo. Best een hele mooie vlakke microfoon. Waarom gebruik ik hier een iets betere voor en niet die? Er zit spreiding in die apparaatjes. En als je een apparaat maakt waarbij je twee microfoons hebt, dan wil je wel graag dat je twee akelig precies gelijke microfoons hebt. Anders ga je verkeerde dingen meten. Dus ik ben daar naar een iets hoger kwaliteitsniveau gegaan. Maar nog steeds, €50 is nog steeds heel veel goedkoper dan een professionele €2500 BNK-microfoon. Sorry, BNK. Dit is het meetsysteem. Een simpele laptop. Die microfoons die zitten hierin. Ik zal straks nog uitleggen waarom. Daar zit wat belangrijk is, het is stereo en heel veel laptops meten niet zomaar vanzelf een stereo. Die geluidskaart kan het wel, maar de ingang is niet stereo. Dus dan gebruik ik een aparte geluidskaart. Dus allemaal tientjes werken. Deze dingen zijn ook nog fantoom. Die moeten een fantoomvoeding hebben, die moeten spanning hebben, anders doen ze het niet. Dat zit ook een kastje voorbij. Enfin, het is vooral kabel. Het hele systeempje zoals het hier ligt, even los van de laptop, heb je het over €200. En dan heb je een meetsysteem waarmee je enigszins richting kan bepalen. En de volgende is geloof ik de microfoon. Ja, die microfoon, dat was wel leuk, want ik had dit gebouwd. Ik denk, laten we het maar eens proberen. En dan wil je het natuurlijk testen. Nou, wat doen akoestici als zij microfoons neer gaan zetten? Die zetten een statief neer en die zetten daar het microfoon in. Logisch. Dus ik dacht, nou, ik moet een keer een mooie rustige avond hebben. Ga ik ergens in de rustige gebieden van Veendam, niet in de buurt van het winkelcentrum, want dan vraagt iedereen, meneer, wat bent u aan het doen? Nee, ergens een weggetje achteraf. Ik heb de auto neergezet, twee statieven neergezet, microfoons erop. Ik had gewacht op een mooie windstille avond, want ja, wind wil je natuurlijk niet hebben, dat geeft heel veel storing. Ondanks dat er een windbolletje op zit, dat hoor je al heel snel. Je wil naar hele zwakke geluidjes gaan luisteren. Maar dan kom je daar in het buitengebied en ja, er was toch wel een beetje wind. Hè? Buiten, in de open vlakte, waait het natuurlijk altijd harder dan midden in het centrum. Ja, ik zag ieder zuchtje wind voorbij komen. Ja, dit is zinloos. Want het was zo weinig wind. Zo gaat het niet werken. En toen dacht ik, wacht eens even. Het is eigenlijk heel simpel. Laagfrequent geluid heeft nog een bijzondere eigenschap. Het gaat overal doorheen. De enige manier waarop je laagfrequent geluid kan tegenhouden is met grote hoeveelheden massa. Denk aan een betonnen bunker of zo. En dit doosje waar die gewoon in geleverd werd, is een mooi schuimen doosje met een dun plastic randje erom, plastic buitenkantje. Dus ik heb die microfoons in die doosjes gestopt. En ik kan die doosjes nu gewoon ergens in de berm gooien of zo. Ik heb totaal geen last meer van wind. Ik kan tot ongeveer windkracht 4, windkracht 5 zonder storing meten. Super. Dus je hoeft niet al die hoge tonen te horen. Het gaat juist om die lage tonen. Heel simpel.
En dan krijg je zoiets. Dit is heel mooi hoor, dit is een plaatje uit het radiowereldje. Maar het idee is dat je dus aan de kleur kan zien uit welke richting dat het komt. Er staat dan een soort windroos bij. Kijk, omdat het om twee microfoons gaat, is het natuurlijk heel simpel. Je kan nooit zeggen van, het zit daar. Maar als je twee microfoons hebt en je krijgt het signaal en je krijgt het goede signaal, dat ga ik zo nog uitleggen, dan kan je alleen maar zeggen, het zit daar of het zit daar. Anders had je meer meetmicrofoons nodig. Maar je hebt een richting. En stel je voor, ik ga hier meten en ik krijg een lijn die kant uit. En ik ga een paar kilometer verderop. En ik ga hier weer meten en ik krijg een lijn zo. Ja, die kruisen elkaar daar, hè. Dus dan moet het daar ergens zitten en niet daar. Dus op die manier kan het werken. De streepjes worden niet zo mooi. Ik ga nog even terug over die vorige. Want nogmaals, dit is eigenlijk uit de radio en dat gaat dan met antennesignalen. Dat is allemaal iets makkelijker, dan krijg je veel duidelijkere streepjes. En ik kwam erachter dat op het moment dat geluid daar vandaan komt en ik zet mijn microfoons hier neer, dan weet ik één ding zeker. Dat geluid is op allebei de microfoons even sterk en het is ook in fase. Dus de afstand tot de bron is op deze manier exact gelijk. En toen ben ik uit gaan zoeken welke kleur hoort daarbij. Dus ik heb omgedraaid. De kleur die erbij hoort is groen. Dus op het moment dat ik een groen signaal krijg uit mijn meetsysteem, dan weet ik, de bron zit daar of daar. Dat helpt. Andere kleuren kan ik gewoon negeren, want doordat het eigenlijk bedoeld is voor radio, ik kan er niet andere hoeken uithalen. Maar ik weet alleen maar, als ik een mooi groen kleurtje heb, dan is het zo. Nou, daar heb ik dus een paar dingen mee kunnen vinden. Dat was wel mooi. Maar goed, nou de volgende. Als het nou heel ingewikkeld wordt, dan moet je denken aan microfloon. Bij microfloon dachten ze op een gegeven moment, al die microfoons, die meten allemaal op dezelfde manier. Die meten geluidsdruk. Ik vertelde al over die longitudinale golven. Daar zit een membraan in. Achter zo'n membraan zit een spoel en die beweegt in een magneet en dan komt een elektrisch signaaltje. Of het werkt met een condensator, maar ze werken allemaal op basis van geluidsdruk. Kan het niet anders, dachten ze bij microfloon. Microfloon is ontstaan in de Universiteit Twente. En toen dachten ze, nou weet je wat, als we nou de snelheid van de moleculen zouden kunnen meten. Want die moleculen die worden door die longitudinale golf ook in beweging gebracht. Dat is wel een heel revolutionair idee. En dat hebben ze zo gedaan. Dit is een elektronenmicroscoopopname. Dit zijn twee platinadraadjes. En die maken ze 200 graden warm. En dat geluid, stel dat geluid komt hier vandaan. En dat neemt een beetje temperatuur af. Dat koelt het draadje een klein beetje af. Dus dat volgende draadje, als het geluid hier vandaan komt, dat volgende draadje wordt ook iets koeler, maar niet zoveel. Dat gaat allemaal op supersnel microscopisch niveau. En wat bleek? Dit was geen goede microfoon. Ze hadden gehoopt dat het een goede microfoon zou zijn. Gewoon zeg maar hi-fi of een mooi meetmicrofoon. Maar ik heb me laten vertellen, men zat er op een gegeven moment een beetje mee te spelen. Ze zei van ja, wat doen we er nou mee? Het heeft eigenlijk niet gebracht wat we hoopten. Maar toen merkten ze dat die heel erg richtinggevoelig was. Dat was leuk. Ontzettend richtinggevoelig. En juist in het laagfrequent, wat onze oren niet kunnen, kan dit systeem waanzinnig goed. Ja, want heb ik hier. Ja, en ik hoorde toevallig uit twee richtingen van twee mensen op hetzelfde moment dat het dat microfloon dat kon. Dus toen heb ik ze gewoon maar aangeschreven, gewoon een mailtje gestuurd, zo van ja, ik ben vaak op zoek naar lage tonen. En ik weet, zij zijn heel erg actief in de militaire wereld. Deze sensor. Zat in bijna alle voertuigen in onze Nederlandse missie op Mali. Want je kan daarmee heel goed waarnemen waar vandaan geschoten wordt. Dus je zit in je jeepje en er wordt geschoten en je ziet meteen op een schermpje, oh, dat gebouw 2 hoog, 3e woning. Waanzinnig goed. Dus dat is levensreddende technologie. Nou, in Defensie gaat een beetje meer geld om, want het is dus heel duur. En het gaat daarom hele harde geluiden. Ik heb me ook laten vertellen dat ze is aangeboden om overgenomen te worden door het Amerikaanse leger. Dat hebben ze geweigerd, want die zou ze helemaal van de markt afgehaald hebben. Dus ze hebben gezegd, nee, wij blijven gewoon actief ook in het civiele wereldje.
Maar ik heb ze gevraagd van, is dat systeem van jullie ook goed in hele zwakke toon? Want dat is waar ik meestal naar op zoek ben. Nou, ze dachten van wel. En of ik een voorbeeld had, nou, dat had ik ook wel. Dus ik heb ze uitgenodigd en in 2014 zijn ze naar Veendam gekomen. En we hebben een aantal metingen gedaan. Zo, en dat, dit kwam eruit. We hebben op een aantal, op die gele posities hebben we gestaan. Die twee posities waren te ver weg. Het waaide ook heel erg hard. Ik dacht, jongens, dit wordt helemaal niks. Het was wel mooi weer, zoals je zag op de vorige foto. Maar het waaide hartstikke hard. Zo hard dat zelfs met een normale windkapje eigenlijk helemaal niks zou kunnen. Normaal akoestisch werk was uitgesloten. Maar ze zei, nee, die sensoren van ons die hebben er niet zo'n last van. Dat bleek. En daar kwamen dus drie lijnen uit. Niet onmiddellijk. Ze hebben de computerbewerking op moeten doen. Want het signaal was wel zo zwak dat ze op dat moment niet voldoende signaal hadden om het echt precies op richting te brengen. Maar later, en dit zit dus bijna op de goede plek. Dit scheelt een beetje. Dit scheelt enkele tientallen meters. Ik vond het echt science fiction, want toen we op die plekken stonden, ik hoorde echt helemaal niks van de toon. Dit gaat om een toon van 30 hertz. En die hebben ze dus vrijwel precies op deze manier kunnen lokaliseren. Ik viel van mijn stoel van verbazing. Ik vind het Nobelprijswaardige technologie. Waanzinnig. Ze zijn niet meer echt actief in die wereld. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat als er toch een keer een probleem zich voordoet, waar je zegt, ik kan het maar niet vinden, dat ze wel bereid zijn om het nog eens een keer in te zetten. Maar je moet wel een zak geld meenemen. Maar het is een geweldige oplossing. Nou, wat zijn nou de resultaten van al die inspanningen? Dat ik ruim 10 jaar met laagfrequent geluid bezig ben. Ik heb dat eens op een rijtje gezet. Van hoe vaak gaat het nou goed en hoe zit het nou? Nou, dan blijkt dat in ongeveer 70% van de gevallen vond ik een geluid. Dus iemand komt bij me en zegt, ik ben al zo lang bezig. Ik word voor gek versleten. Iedereen zegt, je stelt je aan. Enzovoort. Ik doe een luistertest met die mensen. Komt de toon uit. Zij gaan meten of ik ga meten. En in 70% van die gevallen is er wel degelijk een geluid. Ik vond dat schokkend. Het record is mensen die waren al 30 jaar bezig. Nou, en in de helft van die gevallen, als je dus dan een geluid hebt, dan was de bron te vinden. Is dat veel, is dat weinig? Ja, het liefst haal je 100% natuurlijk. Maar dat is moeilijk, zeker als er heel veel bronnen zijn, als er veel reuring is, als er veel achtergrondgeluid is, dan is het lang niet altijd makkelijk om die bron te vinden. Maar goed, als je die dan vond, dan kon er ook wat aan gedaan. Wat ik net al zei, hè? Ik werd nooit weggestuurd, het was altijd van, laten we er samen eens naar kijken. Ja. Oh ja, een paar bijzondere zaken nog, een paar bijzondere overwegingen bij geluid en bij de zoektocht naar geluid. Geluid voelen, het werd net al gezegd. Het blijkt dat als mensen hele lage geluiden horen, onze hersenen al heel snel gaan zeggen, ik voel wat. Voorbeeld daarvan is bij zo'n luistertest, dat ik op een gegeven moment iemand een koptelefoon opzette en 30 hertz aanbood. En die persoon verstijfde helemaal van schrik eigenlijk, of van angst. En die zei, het komt uit de grond. Dus doe ik het geluid weer uit. Nee, het komt niet uit de grond, hè. Komt uit die koptelefoon. Oh ja, ja. Nou, nog een keer dan. Oké, zet hem weer aan, hoor. Komt-ie. Ja, maar het is toch net alsof het uit de grond komt. Dus wij hebben heel snel het idee bij hele lage tonen dat we die op de een of andere manier voelen. Dat is niet zo logisch, want onze oren zijn bij uitstek de organen die goed zijn voor geluid. Wij kunnen wel geluid voelen. Als de technicus het geluid keihard zet en we gaan voor die boksen staan, ja, dan voelen we ons hele systeem mee trillen. Maar hele zwakke geluidjes, hele zwakke lage tonen, om die te kunnen voelen, dat is bijna niet te begrijpen. Maar dat ons systeem, onze hersenen zeggen van ja, ik hoor iets en ik voel het nou ook. En horen en voelen blijken heel dicht bij elkaar te liggen. Ben een keer met iemand in de Universiteit van Oldenburg geweest. Daar hebben ze zo'n geluidstille kamer. Hartstikke mooi. En die professor was natuurlijk heel trots op zijn spullen. En die zei, ja, we hebben hier ook nog een trillingslaboratorium. Zou je dat ook eens willen zien? Nou, dat wilden wij natuurlijk wel. En een van de dingen die daar stond, dat was een grote stelkomplaat. En daarop stond een gewone keukenstoel op vastgeschroefd. Daar kon je op gaan zitten. En die stelkomplaat die kon zo bewegen en zo bewegen. Kon in drie richtingen trillen. Nou, zei die professor, ga maar eens zitten. Dus ik ga op die stoel zitten. Hij zet het apparaat aan. Ja, ik voelde dat er wat trilde. Ja, ik vond het niet prettig en ik vond het ook niet onprettig of zo. Ik was wel blij dat ik er weer af kon.
En toen hadden we ook iemand bij ons, die was van de Stichting Laagfrequent Geluid. En iemand die ook heel veel last had van alles en nog wat. En die ging er ook op zitten. En die zette het aan. En die kromp ineen. En die wist niet hoe snel dat hij van die stoel af moest. En die stond nog zo'n beetje hyperventilerend naast die stoel. En toen vroeg ik aan hem, hoorde je het nou of voelde je het nou? Hij kon geen antwoord geven. Voor hem was de waarneming van horen en voelen al volstrekt ineengesmolten. Dus met dat soort dingen krijg je ook te maken. Dus geluid voelen, heel veel mensen zeggen het als het over geluid gaat, is natuurlijk ook zo, als zij het zo waarnemen, dan nemen zij het zo waar. Maar echt voelen, hè, dat ander verhaal. Dan moet het dus echt heel hard zijn. Nou, trillingen, dat zit daar ook heel dichtbij. Mensen roepen ook wel eens heel vaak zelfs, het trilt hier. En soms houden mensen niet op voordat er een trillingsonderzoek is gedaan. Want we kunnen ook trillingen meten natuurlijk. Ik kan zelf geen trillingen meten, maar er zijn heel veel akoestici die ook trillingsapparatuur hebben. En dat draait tot nu toe, voor zover ik weet, altijd op een teleurstelling uit. Dan wordt er wel wat gemeten, ja. Natuurlijk, als mensen in die woning zijn en ze lopen over de vloer, dan gaat er wel iets trillen. Dan komt wel eens een auto voorbij. Maar er worden eigenlijk nooit structurele trillingen gevonden waar de hinder door te verklaren valt. Men ervaart trillingen, absoluut. Daar zullen we straks nog van alles van horen. Dat kan heel verschrikkelijk zijn. Maar het is iets anders. De oorzaak is iets anders. Maar ik kom het heel vaak tegen dat mensen iets over trillingen rapporteren. Nou, tenslotte het na-eileffect. Ook een hele belangrijke. Daar kan je verschrikkelijk op het verkeerde been zetten. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn mensen die rapporteren het volgende. Die zeggen, we horen geluid. Hebben er heel veel last van. Lage tonen heb ik het steeds over. En dan gaan we weg. En dan duurt het een paar uur voordat we het kwijt zijn. Het record, een echtpaar die hadden dat en dan zeiden ze, dan gaan we naar de camping en dan duurt het soms wel 2 dagen voordat we het geluid kwijt zijn. Dat is gek. Hoe het werkt weet ik niet, ik ben geen medicus, maar ik hoor het uit meerdere kanten dat mensen dit zeggen. Er zijn ook mensen die helemaal niet weten dat ze dit hebben. Pas op het moment dat je het aan de orde stelt van, zou dit ook aan de hand kunnen zijn? Dan zeggen ze, oh ja, ja, daar zit wel wat in. Want toen dit en toen dat. En dan kom je er dus achter dat je last hebt van het na-eileffect. Ik vergelijk het maar op een hele simpele manier. Als je met een hamer op je duim slaat, dan doet dat pijn. En als jij blijft slaan, dan blijft dat pijn doen. En als jij stopt, dan is het niet meteen over. Dat duurt even voordat die pijn weg is. Ik kan me voorstellen, wilde speculatie, hè, maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat jouw systeem, jouw gehoorsysteem, zo lang geprikkeld is door een bepaalde toon, dat op het moment dat die toon ineens weg is, dat jouw gehoorsysteem toch nog denkt, dat is er nog. Waarom is het zo belangrijk? Wat er wel eens gebeurt, is dat bedrijven heel erg in de meewerkstand zitten, fantastisch. En die zeggen, weet je wat we gaan doen? We hebben binnenkort een shutdown en dan gaan we alles 1 voor 1 uitzetten. En als we dan bij diegene die er last van heeft gaan horen en gaan vragen van, heb jij er nog steeds last van? Dan moet er een moment komen dat we het juiste apparaat te pakken hebben. Nou, mijn tweede zaak in Veendam was zo, dat was al gedaan voordat ik erbij betrokken was. Hadden ze het allemaal zeer integer gedaan. En dat ging als volgt. Op een bepaalde avond gaan ze dat hele circus voltrekken. Alles werd uitgezet en ze vroegen steeds aan die meneer, nou, dit apparaat staat uit, dat apparaat staat uit. Hoort u het geluid nog? Ja. Ja, ja, ik hoor het nog. Op een gegeven moment stond de hele fabriek stil. En hij hoort het geluid nog. Nou, dan zijn wij het niet. Goedemiddag. Ja, zo niet dus. Want later heb ik bij dat bedrijf met mijn stereosysteempje glashard en superduidelijk kunnen vaststellen dat er wel degelijk een geluid van dat bedrijventerrein kwam. En we hebben dat ook later prima opgelost. Het bleek een koeltoren te zijn die op 30 hertz stond te brommen. Alleen dat kostte wel even tijd om dat akoestische bedrijf wat die uitschakelactie had gedaan te overtuigen van het feit dat er nog echt wat aan de hand was. Maar dus dat is heel belangrijk als het om na-eileffect gaat. Laat je daar niet door in de luren leggen. Even kijken. Ik zet ze maar even op een rij. Daar kom ik misschien later nog op terug. Nou, die ik noemde was net nog Borgen Compagnie. Ik heb een cv-ketel gevonden in Moerdijk. Daar heel lang mee bezig geweest. Precies zo'n cv-ketel later hier in Veendam in de Lange Leegte. PPG heet nu NEG, grote glasvezelfabrikant in Hoge Zand. De naam in Grijpskerk hebben we dingen voor gedaan toen ik bij de omgevingsdienst gedetacheerd was. Toen kwam Netmag in Veendam Noord nog een keer voorbij, een steenfabriek in Pekela. Ik heb er maar een paar op een rijtje gezet.
per stuk kan ik daar wel een half uur over vertellen, maar dan is de tijd voorbij. Dus ik denk, ik wil ze toch maar even noemen. Misschien kom ik er straks nog op terug als ik nog wat tijd heb. Dan gaan we nu even door. Want als er nou geen geluid meetbaar is, dat komt dus voor, dan is er een andere oorzaak. Ik noem het dus maar met uw goedvinden LFW, laagfrequent waarneming. Er zijn diverse mogelijkheden. Ik denk zelfs een scala aan mogelijkheden. Daarom is het soms, vaak zelfs van belang, als je een idee hebt dat de klachten van die aard zijn, dat dat die richting uit zou kunnen gaan. Hè? Dus dat je te maken hebt met iemand die in die 30% categorie komt. Dat als jij goed bent met de GGD, er zijn allerlei lijntjes naar de GGD, dat je de GGD meeneemt. Want die hebben een hele koffer aan technieken om mensen daar ook mee te helpen. Het hoeft niet altijd, maar het is vaak wel handig. Copingstrategie heet dat zo mooi. Hè? Hoe ga je met dingen om? Want soms is dat de enige uitkomst. En dit is denk ik wel de allerbelangrijkste als het om LFW gaat. Meer medisch onderzoek. Natuurlijk kan je zeggen, hoeveel mensen hebben er nou in Nederland last van laagfrequent geluid? En als je daar je best voor doet, dan kom je erachter dat je 70% van die mensen kan helpen. Maar dat betekent dat je 30% van de mensen niet kan helpen. En daarom ben ik zelf ongelooflijk geïnteresseerd. Ik ben geen medicus, maar wat zou er uit dat medisch onderzoek kunnen komen? Van wat is er nou met die mensen aan de hand? Zijn daar bepaalde groepen, zijn er bepaalde splitsingen nog weer in te brengen? Bij die zit het zus en bij die zit het zo. In 2015 was ik in Maastricht, op Euronoise, een grote Europese geluidsconferentie. Daar was ook een heel verhaal over laagfrequent geluid. En daar was een Duitse wetenschapper, die had onderzoek gedaan door mensen in een scanner te stoppen en die vervolgens lage tonen aan te bieden. Gewone geluiden, maar ook lage tonen. En dan te kijken naar de hersenactiviteit. Het was maar het begin. Het waren geloof ik maar 8 proefpersonen. Dus statistisch absoluut nog niet significant. Maar wel super interessant. Want wat bleek bij, ik geloof allemaal of bijna allemaal, zag je dat als er lage tonen werden aangeboden, gingen er andere hersengebieden meedoen. Met andere woorden, onze waarneming van lage tonen is kennelijk fundamenteel anders dan van normale geluiden. Dat zou een oplossingsrichting kunnen zijn voor die mensen die in die 30% groep vallen, die dus last hebben van LFW, van is er misschien iets dat je daarop kan ingrijpen? We kunnen zoveel doen. Alleen het jammere was, die man is iets heel anders gaan doen. Ander vak, andere instelling. En ik heb die club ook nog benaderd. Of zijn jullie dat nog van plan om voor te zetten? Nee, want hij deed het er een beetje bij als hobby. Ja, dus dat, helaas, dat is tot stilstand gekomen. Dus mochten er neurologen in de zaal zitten, of mensen met neurologische kennissen, of mensen die later op YouTube dit filmpje zien en denken, ja, ik ben een neuroloog of ik weet wel iemand. Alsjeblieft, ga hier onderzoek naar doen. Zo belangrijk, want anders laten we die 30% mensen eigenlijk gewoon aan hun lot over en voor mijn gevoel in de steek. Ik zou dolgraag iedereen willen helpen. Ik kan alleen maar die 70% als het gaat om geluid, maar iedereen heeft recht op een oplossing. Zat hier nog wat achter of komen we bij een volgende? Ah, ja, ook nog even belangrijk. Want windpark N33. Dat is een heel bijzonder windpark. En laat ik gewoon maar beginnen. 25 jaar, moeizaam proces. In 1995 werd er voor het eerst sprake over iets met wind in Veendam. Dat heeft even geduurd. De realisatie van het park was in 2020. En in de voorbereidingen, toen dat er aan zat te komen, toen ik ook wel en iedereen ging aanvoelen van ja, we kunnen hoog springen, we kunnen laag springen. Laat ik zeggen, de omgeving was niet al te enthousiast. En dan zeg ik het mild. Het gaat gebeuren, maar is er iets aan de hand met laagfrequent geluid en windmolens? En ik vond veel verhalen op het internet over laagfrequent geluid van windmolens, maar ik vond geen goede rapporten. Heel veel verhalen, inderdaad, maar ik zag nooit de onderliggende meetgegevens, wat ze dan precies hadden gemeten, hoe het dan precies zat. Ik kon het niet vinden. Toen dacht ik, ga het zelf doen. In 2014 naar Duitsland gegaan. Daar stonden toen al heel veel molens. Ik heb mijn meetsysteempjes meegenomen en ik ben gaan meten. En de conclusie was,
Ik heb iets van 8 parken. Mijn vrouw is ook mee geweest. Die vond dat heel leuk. Die helpt mij graag. Mijn charmante assistent. Er moesten veel kabels uitgerold en weer opgerold. Erg leuk. En dan ziet ze me ook nog eens. Maar de conclusie was geen bromtonen. Geen tonaal laagfrequent geluid. Tot mijn verbazing. Geen tonen. Tuurlijk, je hoort het normale zoef-zoef geluid. Dat doen windmolens altijd. En dat kan ook hinderlijk zijn. Maar geen bromtonen. Dus toen dacht ik van, is dat nou een mythe? Hoe komt zo'n verhaal nou in de wereld? Of zou de oorzaak liggen in het verleden? Want we hadden vroeger natuurlijk veel van die kleine molentjes met tandwielkasten. Lager Wij van Loenhorst, die blauwe molens met die witte blaadjes. En dat ging, als je die niet goed smeerde. En je, in Friesland zijn we er wel eens langs gefietst. En dan hoor je... Ja, dat is wel een bromtoon. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus ik denk, maar ook wilde speculatie, dat het daarmee te maken heeft dat mensen dat geluid kenden en dachten van, oh, nou krijgen we straks een molen die 10 keer zo groot is. Dan maakt die waarschijnlijk ook 10 keer zo hard dat geluid. Nou, dat blijkt dus reuze mee te vallen. Maar, ik heb toen opdracht gekregen voor 0 onderzoek. Want er was natuurlijk ongerustheid bij de gemeenteraad in Veendam en ook bij de andere gemeenten waar het windpark zou komen. Van, nou, wat gaat er straks gebeuren? Dus Jan, kan jij de nul situatie in beeld brengen van... Op het moment dat er nog geen windmolens zijn, wat is er dan voor geluidssituatie? Wat voor achtergrondgeluiden zijn er? Zijn er misschien ook al bepaalde lage tonen? En wat is er aan de hand als die windmolens er wel staan? Ze hebben keurig gedaan. Ja. Ik heb meetposities gezocht bij 6 woningen rond het park. En daar heb ik in alle gevallen eerst een maand zonder windturbines. En toen de turbines er stonden, weer een maand met turbines gemeten. Dus in totaal 12 maanden. Het resultaat was zeer opmerkelijk, to say the least. Hoe heb ik gemeten? Gewoon met een standaard klasse 1 BNK geluidmeter. De standaard geluidparameters, DBA, DBC, de hele ratplan geluid. Mensen weten hoe dat werkt. En daarnaast heb ik spectrale metingen gedaan met Spectrumlab. Nou, dat is dus zeer succesvol voor het opsporen van LFG. En in dit geval werkte het ook uitstekend, want... 18 december 2020, de verjaardag van mijn vrouw. Ik had 's middags de meter van de eerste positie opgehaald en ik was natuurlijk wild enthousiast. Ik wilde weten wat er aan de hand was. Daar werd al her en der wat gezegd en wij hoorden ook wel als we daar in de buurt fietsten dat we gekke brommende geluiden waren. Maar ik durfde bijna niet te geloven dat het van die windmolens kwam, want ik had nog nooit dat gehoord. Hier wel. Op 45 hertz een hartstikke duidelijke, hoorbare en meetbare, een heel complex van bromtonen. Ik viel van mijn stoel van verbazing. Ze brommen. Het is dit type, Siemens Gamesa DD130. Meteen teruggekoppeld naar de bouwers. Op 24 december hadden we ze bij elkaar in een Zoom-call. Het was hoog corona. Ze waren natuurlijk niet blij. Een beetje gekke datum natuurlijk. Maar ik denk, hoe eerder hoe beter. Dankjewel Michel dat dat nog gelukt is. Gezegd van, ja jongens, hier is iets mis. Hier is iets goed mis. Ik snap dat hier geklaagd wordt. Er zijn inmiddels nu meer dan 600 klachten over de brom. De bouwers en Siemens die beloven een oplossing, maar die is er nog steeds niet. En inmiddels zitten de mensen al bijna 2 jaar in laagfrequent geluidoverlast. Word je niet blij van. Nog een voorbeeld, dit keer een filmpje. Hopelijk werkt dit filmpje wel. Ja, houd onze adem in. Hij draait weer niet. Oké, nou, hoe dan ook. Wat je hier ziet als dit filmpje draait, dan zie je dat deze tonen... dit zit hier rond, even kijken, 35, 40 hertz... Het waait hier niet al te hard. Dat is een van de dingen die er aan de hand is. Op het moment dat die molens vollast draaien, dan maken ze ook wel laagfrequent, maar niet zo heel veel. Dan zitten de tonen op 65 en 130 hertz. En dat is de laatste tijd ook steeds beter onder controle gekregen. Daar is wel iets gedaan, wat weet ik niet, want Siemens communiceert gewoon niet. Maar bij lage windsnelheden gaan die molens intens brommen. Dat is om 2 redenen vervelend. Bij lagere windsnelheden wordt het omgevingsgeluid ook minder.
Dus het gaat meer opvallen. Maar het is ook veel duidelijker. En ja, in het gebied zeg maar, tussen de 25 en de 50 hertz gebeurt er dan van alles. Als dit filmpje zou lopen, dan zou je zien dat er, ja, het waait alle kanten uit. En op een gegeven moment is de wind zo zwak. Dan komt het ergens bij de 25, soms nog even 20. En dan is het klaar. Dan is er geen wind meer. Staan de windmolens stil, is er ook geen brom meer. En zodra het weer begint te waaien, heel zachtjes, dan gaat het meteen weer intens brommen. Dat is het grote probleem hier. Ja, en wel heel bijzonder. En dan zeg ik, goede turbines brommen niet. Meetpark Drentse Monde. Het windpark Drentse Monde heeft me ook gevraagd, van, kan je bij ons eens meten? Want ja, ook hier is natuurlijk van, klopt het of klopt het niet? Dat zijn Nordex-turbines, ook direct drive, maar die maken geen tonaal laagfrequent geluid. Daar heb ik ook een plaatje van. Daar een test gedaan van een uur, waarbij eerst hier staat de molen aan, daar staat de molen uit en daar is hij weer aangedaan. Je ziet natuurlijk wel ruis. Hè? Alles wat hier zit, het waaide behoorlijk. Dit is allemaal windgeruis. Dit is ook geruis van de molen zelf. Maar dan bij ruisen van de molen denk ik dan altijd maar aan... Hé, we zijn even terug. Oké, hij heeft het heen en weer. Denk ik altijd een beetje aan de branding van de zee. Ah ja, de branding van de zee is natuurlijk random. Hè? Dat is een golfje en dan twee golfjes en dan weer een tijdje niks enzovoort. En een windmolengeluid is natuurlijk heel herkenbaar. Want die wieken die draaien maar en dat hoor je iedere keer langskomen. Dus ik snap dat het als hinderlijker wordt ervaren. Het wordt niet in de wetgeving als hinderlijker aangemerkt. Daar moet nog heel wat over worden afgestoeid. maar dat is ruis. Maar we zien hier geen aparte tonen. We zien hier wel een toon, maar die gaat continu door. Dus ja, het is niet te vergelijken als met die plaatjes die we hier zien in Veendam. Dus dit zijn goede molens. Dus dan zeg ik weer, goede turbines brommen niet. Maar nu, Windpark Friesland. Daar staan 89 turbines van type Siemens Gamesa DD-130. En toen dat af was, ben ik er meteen naartoe gegaan. En guess what? Ze brommen niet. Ik dacht echt van, staat alles wel goed? Mijn vrouw was er ook weer bij. We hebben daar wel een uur op verschillende plekken. Breesandijk, dan kom je er vrij dichtbij. Ze staan daar in het water. Ik heb daar wel een uur staan meten. Niks. Gewoon niks. Dus dan denk je, hoe kan het? Wat is het verschil tussen die molens daar en die molens hier? Het enige verschil natuurlijk dat ze daar in het water staan en hier niet. Maar wat is er nou aan de hand? En ik zou zo graag weten. En ik zou zo graag met die technici van Siemens overleggen. En ik kan ze al die meetgegevens geven. We weten daar de windsnelheden bij. Dat hebben we allemaal in kaart gebracht. Van jongens, wat gebeurt er nou precies? Wat gaat hier nou mis? En los het nou op. Want dit is om allerlei redenen slecht. Er hebben hier heel veel mensen last van. Die zitten al bijna 2 jaar in een brom. Als het zo zachtjes waait. En dat doet het helaas best vaak. Dan bromt het echt intens. Maar het is slecht voor de reputatie van Siemens. Maar het is ook slecht voor de reputatie van de windenergie in het algemeen. Dit heeft al in een Engels e-zine gestaan. Mensen zeggen, ja, wat gebeurt hier? En hoe zit dat? Dus ja, daarom zijn er natuurlijk heel veel mensen die, los van het feit of je windmolens nou mooi of niet mooi vindt, die zeggen, ja, wij willen geen windmolens, want die dingen brommen. Dat het alleen maar om de molens hier gaat, is even een ander verhaal. Maar ik zou ook ongerust zijn, want wie zegt me niet dat het zo zou kunnen zijn dat een andere fabrikant diezelfde constructiefout of bedrijfsongeval overkomt als wat Siemens is overkomen. En dat je zegt, ja, zet maar neer jongens, komt goed. En er komen windmolens en die blijken ook te brommen. Dus dit probleem moet opgelost worden. Dat is mijn pleidooi nu al 2 jaar. Conclusies. Hinder van laagfrequent geluid betreft vrijwel altijd tonaal laagfrequent geluid. Ik zei al, die laagfrequente ruis. Ik heb het er nu niet in gestopt, maar als ik echt specifiek iets over windmolens doe, dan neem ik vaak een geluidvoorbeeld mee van laagfrequente ruis en een laagfrequente toon. En als je dat dan meet met je geluidmeter, en het is allebei in beide gevallen 40 dB, dan zeggen alle mensen in de zaal, die toon is vele malen hinderlijker dan alleen die ruis. Die ruis zou er nog wel mee kunnen leven. Maar het gaat altijd om tonen. Vrijwel altijd om tonen. Goede windturbines brommen niet, nog maar voor de derde keer. Maar ze produceren een breedbandige ruis. Hij is wel repetitief. Hè? Je hoort wel dat het dat langzaam verandert, maar het is ruis. Het tonaal laagfrequent geluid van windpark N33 is best heftig, zoals je zag in het plaatje. Het filmpje deed het even niet. Maar door het ontbreken van wetgeving, gaan we het vanmiddag over hebben,
op dat gebied is het lokaal bestuur helaas vrijwel machteloos. Ik kan alleen maar vriendelijk vragen van jongens, los het op. En daarom is er dringend behoefte aan een norm voor tonaal laagfrequent geluid. Er is een werkgroepje, er wordt gedacht over nieuwe wetgeving op het gebied van windmolens. Dat moet ook, daar heeft de rechter de staat toe gedwongen. Ik heb erg mijn best gedaan toen ik daarin mocht inspreken om ook voor tonaal laagfrequent geluid een norm te gaan stellen. Want het lijkt erop dat dat nodig is. Want al die andere bedrijven waar ik ooit bromtonen vond, die wilden meewerken. Siemens, die hier een verschrikkelijke bromtoon produceert, wil vooralsnog niet al te zeer meewerken. Dat is jammer. En als het dan via de wet moet, dan moet het maar via de wet. Dat is een beetje het verhaal. Ik geloof dat dit de laatste was. Ja, want als je nu klikt, dan is er nog ruimte voor een paar minuten vragen. Paul. Oh. Dat is ook een heel scala, maar bijvoorbeeld koeltoren die we vonden bij Netmag, die hebben ze eerst proberen aan te passen. Dat bleek niet te werken. En die hebben ze later helemaal opnieuw ontworpen. Daar hebben ze een kunststofkast opgezet. Andere ventilator, propeller zeg maar, de ding wat de lucht... en toen was het opgelost. Maar dat was een dure klus. Maar soms is het heel simpel. De andere van net mag, laat ik daar even bij blijven. Dat bleek te gaan om een verstopt filter. En daar werd lucht door aangezogen. En daar zat een motor natuurlijk die dat spul aandreef. En doordat het filter verstopte, waarvan ze dachten dat dat nooit kon, omdat het een vrij grof filter was, ging die motor over zijn toeren. Net zoals een stofzuiger die een volle zak heeft. Hè. Dan gaat hij ook veel meer lawaai maken. Dat is ook niet goed voor die motor, want die motor kan dan echt oververhit raken. En ze waren heel blij bij Netmag. Zeiden van, nou, fijn dat je dat gevonden hebt, want de boel had wel in de fik kunnen gaan. En sindsdien maken ze dat filter regelmatig schoon. En is het probleem opgelost. Maar ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus je moet altijd kijken van wat er... Een lager. Soms is een lager gewoon versleten. Nieuw lager, opgelost. Ja, de cv-ketel. Dat bleek een cv-ketel te zijn. Hij stond er 2 keer in. Na heel veel zoeken kwamen we erachter dat het een cv-ketel was. Het gekke was, het was een geluid wat maar 20 seconden duurde. Dat is lastig zoeken. Dat gaat je niet lukken. Dus dat moet je bij toeval vinden. En toevallig, deze meneer vond het, ik had het netjes geïsoleerd, wat sterker gemaakt, opgestuurd naar hem. Zo van, laat dit maar op je verjaardagsfeestjes horen. Want misschien is er wel iemand die er op een gegeven moment zegt van, ja, ik hoor het. En verdomd, dat gebeurde. Hij had een neef. Verre neef, die was een keer op zo'n feestje. En zei, oh, dat weet ik wel. Dat is een verkeerd afgestelde cv-ketel. Oh, hoe weet je dat? Nou, ik ben cv-monteur. Oh, nou, wij willen wel even langs. Dus een paar dagen daarna door de buurt. Bellen. En direct bij de buren. Een variant cv-ketel stond verkeerd ingesteld. En daar kwam die toon af. Dat was een soort opstartsysteem. Want ik vond het zo gek dat het maar 20 seconden was... Ja, mijn cv-ketel draait veel langer dan 20 seconden. Maar in het opstarten deed hij dat. En later, 2 weken later, toen dat opgelost was, kreeg ik precies zo'n zaak aan de lange leegte. En ik had opnames gemaakt en ik ging die zaak analyseren. Ik denk, oh, ik doe iets verkeerd. Dat zijn de geluiden uit Moerdijk. Nee, het is wel... En toen kon ik iets magisch doen. Kon die meneer bellen. Ik zeg, je weet het, het is een verkeerd afgestelde cv-ketel. En dat was het. Ook weer met de buren. Opgelost. Henk. Ja, als ik 90 hertz zeg, ja. Heb je daar tekst bij? Ja, daar heb ik tekst bij. 90 hertz. Nou, het staat ook in het boekje dat we daarop moeten passen. Ik heb een keer, we maken allemaal fouten, maar verschrikkelijk in de mist gegaan. Bij iemand die zoeken. En op een gegeven moment hadden we het idee, ja, nou lijkt het erop dat het een toon was van 90 hertz. En ik wist het, en toch ging ik ermee in de fout. Dus ik ben daar gaan meten en het leek eens op een gegeven moment van de grond te komen. En iets bij een putje was daar net. Maar verderop in het putje maten we het niet, we snapten het niet. Henk is daar ook gaan meten. En die begon weer helemaal fris natuurlijk. En die kwam er heel snel achter. Ja, nee, wacht, dat komt niet uit de omgeving. Dat komt uit de computer. Je eigen computer, heel veel computers hebben een harde schijf nog. Met SSD niet meer, maar harde schijven. Die draaien op 5400 toeren per minuut. Gedeeld door 60 is 90 keer per seconde. Dus die maken bijna allemaal een toontje van 90 hertz. Dus je moet, als je gaat meten, je microfoon niet in de buurt van de computer zetten. Maar
Zo ging het. Dus wat het uiteindelijk wel was bij die meneer, weten we ook nog steeds niet. Dat gebeurt ook wel eens, hè? Dat je zoekt en je meet en je doet, maar wat er precies aan de hand is, dat kan je niet altijd vinden. Egbert. Ja, even over naar die witmoos nog. Want je noemt Drentse Mondo, Oostermoor, je noemt Friesland. Ja. Ja, en die is niet uniek, want dat weet jij niet, of wel, weet ik niet. Maar Lies, die voor jou zit, die is op een gegeven moment ook met het systeem is gaan meten in Almere. En daar staan molen, die brommen ook. Brommen alleen. Het grote verschil is, zowel die daar als in Almere, is echt een paar orders van grootte minder dan wat we hier in de Veenkolonie zien. Dus het komt meer voor, kennelijk nu. Waarom? Geen idee. Maar die van Siemens, die zijn wel heel erg buiten categorie. Ja. Je weet toch al dat je DBA niks gaat vinden. Ja. Maar dan weet je wel, waar kun je dan zeggen, het is wel of het is niet. Precies. Blijkbaar in Almere dus nu ook. Lies, kom maar vast. Het is, jouw tijd begint zo. Nee, klopt. Dat scheelt tijd. Nee, helemaal gelijk. Meten. Meten is weten, gissen is missen. Deze methode, of je dat nou met Spectrumlab doet of met een professioneel FFT-systeem, dat gaat je heel veel leren over wat die machines precies doen. En omdat het zo belangrijk is, omdat die machines daar wel 20 of 30 jaar staan, en als ze dat doen, heb je een groot probleem. Dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen als fabrikant en dat moet je niet willen als exploitant. Dat moet je helemaal nooit willen. Dus aandacht voor dit probleem, graag. Dus ik hoop dat deze dag daar ook aan bijdraagt. Zie ik nog een vinger? Nou, laatste. Ik wil hem eigenlijk. De allerlaatste dan. Ja, allerlaatste. Maar er is vanmiddag ook nog gelegenheid om vragen te stellen. Ja, kort. Over die windturbines. Ja. Die ene geeft wel bronnen en de andere niet in Friesland. Kan dat ook met de funderingstypes te maken? Your guess is as good as mine. Omdat Siemens zo slecht communiceert. Ze zeggen, we zijn er mee bezig. Of we hebben een software-update gedaan. Maar wat ze gedaan hebben, wat ze zelf gemeten hebben. Geen idee. Dat is niet slim. Maar ik weet het niet. Natuurlijk denk ik ook, wat zou dit, het zou dat. Maar ik zou dolgraag in die machines metingen doen op allerlei plekken. Dan ga je wat leren. Maar ja. Nou, moet ik toch weer ingrijpen, Jan. Nee hoor. Vanmiddag is er nog gelegenheid om vragen te stellen. Ik heb meerdere jaren leiding mogen geven aan Jan, zoals ze dat zo mooi zeggen. En het is precies zoals ik het herken. Hè. Ook in de teamoverleggen altijd moest Jan even afkappen. Dat loopt altijd uit. Nee, maar dit is keurig binnen de tijd, Jan. Okay. Volgens mij is mevrouw Jonkman even na.